Dat zijn geen straatdingen, dat zijn velddingen. Ja, het is je boy Easy Man. Jullie kijken weer naar een gloednieuwe gekke aflevering van Easy Man GoPro. En vandaag ben ik met een hele speciale gast, ook wel echt mijn mattie. Jerry Rodriguez, Jesus Assassin's daar. Rodriguez! Jerry Rodriguez! De enige echte Jerry Rodriguez. Bang, bang. Ja, maar ik zie je loopt de vlammen bij Galatasaray, maar ik wil toch weten hoe die curvebal van jou is, man. Hoeveel denk je dat je erin gaat trekken? Sowieso van je winnen, man. Je gaat hebt die goals winnen van me gezien, toch? Mutis wordt het op aan Rodriguez. Laat ze net een banaan erin, je weet het. We gaan het zien, we gaan het zien. Oké, laten we die rock, paper, scissors gooien dan. Okay. 1-0. 1-0. Drie keer? Ja. 1-1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Je weet het toch, man. Oh, dit is zo easy, crazy, man. Kijk hoe ik mijn eerste schot ga nemen. Kijk hier. Kijk. Hey, joh, gewoon. Laat zien. Laat die buitenkant van je. Hey, man. Bijna. Ik ga blijven. Maar ik scoor gewoon net niet, weet je. Zo, maar joh. Nu gaat hij erin. Ja? Time, ja? Ja, ja. Nee, joh. Yes. Die banaan, ik had jou gewassen voor die banaan. Shit, man. We praten niet, joh. Hij sprak, maar hier is de winnaar. Ja. Eerlijk gewonnen. Op naar de volgende challenge. Shoutout naar Jerry Rodriguez. Oké, Jerry, je weet hoe we het doen toch? We zijn hier op Mullenpier. En ik wil gewoon weten of je nog steeds die straatskills in je hebt. Ik weet op veld dat je mensen loopt te versnellen en je laat mensen vallen. Maar ik wil even kijken of je nog die techniek in je hebt, gewoon, man. Je zet die druk op, man. Ik wil hem even zien. Maar hier is het allemaal begonnen, dus laat even. Ja, toch. Ik wil hem even zien, broer. Hoppa. Ja. Kijk daar, man. Jerry Rodriguez. Hey. Ja, minimaal strep. Mag alles nog. Hey. Wat. Ja. Tuurlijk. Lekker, man. Oké, dit is je boy Easy, man. Ja. Easy, man. Oh, weet je hoe we het doen toch? Het is je boy Easy Man. We zijn hier vandaag met Jerry Rodriguez, de enige echte kampioen. En zo naar Gala, je weet het toch? En sowieso naar hem, man. Sowieso, man. Je weet hoe we het doen. En nu gaan we op naar de tweede challenge. En de tweede challenge is de shoot-out challenge. En dat houdt in dat Jerry Rodriguez mij voorbij gaat dribbelen. En dan moet hij op lege goal scoren en dan heeft hij 1 punt. Als ik de bal 1 keer aanraak, dan is het over. Wie de eerste 5 keer heeft gescoord, die heeft gewonnen. Easy, man. Eno. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Ah,
Die ben ik, oké. Wat die zag je die? Hij gaf me een koude eenschaar. Woef, woef, loesoe. Oké. Dames en heren. Gary Rodriguez. Ja. Shit, man. 1-0 voor jou, 1-0 voor jou, 1-0 voor jou. Hij was verderd. Shit, man! Lekker, man! Lekker, 2-0 voor Gary. Let's get it! Hey! Ja. Mooi actie. Ik wist hij zou daar gaan, man. Maar wanneer? Dat is die vraag. Wanneer? 3-2. Kom maar. We moeten een panna geven, hè? Mooi verdedigd. Nooit. Die kan niet. Never. Nee, man. Laat wat mooi zien. Ja. Shit. Okay, nu even afmaken. 3-2 nog steeds, ja. Kom op. Afmaken. Tuurlijk. Zakkelijk. Hij is kolossal. Ja. 4-3. 4-3, matchpoint. Kom je afmaken. Oh man! Champion! Shit, man! Lekker, man! Lekker, man! Ja, man! Ja. Dikke SO naar Gary Rodriguez! Je ziet het, hè? Mensen thuis, Gary Rodriguez! Versnelt je acties links, rechts. Maar broer, we komen zo bij die derde challenge. Easy, man. Ja, zoals je al hebt gezien. 2 challenges heeft Gary Rodriguez gewonnen. Maar hoe heeft hij gewonnen? Hij heeft me gewoon echt laten zien. Hij heeft me ontmaskerd in die shootout challenge. Hij heeft me versneld van links naar rechts. Maar broer, we zijn bij de laatste challenge aangekomen. En ja... De beste, of hoe zeg je dat? Ik kan alleen nog je eer redden. Een soort van mijn eer redden, maar voor mij maakt het niet uit. Ik ben easy, man. Ik blijf altijd positief. We gaan lekker voetballen, bal is rond. Wie meeste scoort wint door de benen, is 2 punten voor mij. Als jij mij panna geeft, heb je gelijk gewonnen. Maar sowieso heb je al gewonnen. Je bent sowieso een winnaar.
Voor mij sowieso, los van deze challenge, ben je sowieso een dikke winnaar, man. Thanks, man. Love. Love. Je weet het toch. Ja, maar love. Nu gaan we ervoor. 3 minuten spelen. Panna challenge. 1 versus 1. 3 minuten spelen. Meeste score win. Panna. Voor Gary. Als ik een panna geef, is game over. Oké, dan. 3-0. Je weet wat 3-0 is. Jantje. Oké, dan. Easy, man. Panna koning. Gary Rodriguez, profvoetballer. Shout-out naar Gary Rodriguez. Shout-out naar Easy, man. Ja, man. Beste van Nederland, sinds klein. We in it. Sowieso, man. Love en respect. Je weet hoe je het doet, toch? Like en subscribe naar YouTube-kanaal Easy Man TV. En op naar de volgende Easy Man GoPro. Pre! Ja, man. Ja, Gary. Ik heb het allemaal gezien. Je hebt me echt laten zweten. Ik heb de acties gezien, de versnellingen, de skills. Maar ik weet sowieso dat je, sowieso, jij bent het al gewoon voor mij, weet je. Maar wat ik gewoon wil weten is, hoe heb je die drive gewoon nog zo ver gekregen dat je uiteindelijk toch kampioen bent geworden met Galatasaray, man? Ja, thanks voor de woorden, man. Ja, als voetballer zijnde wil je toch altijd alles winnen. Net zoals jij wereldkampioen bent geworden met Panna Scheven. Wil ik graag kampioen worden met Galatasaray. Het is toch de grootste club uit Turkije. Met een grote geschiedenis. En ik wil gewoon graag meemaken hoe het is om kampioen met hun te zijn. Je gaat ook naar Champions League spelen. De grootste competitie in de wereld. Het zijn gewoon mooie dingen waar wij naar hebben gestreven sinds we klein zijn. Yeah. Dat zijn die dingen, man. Daarom moet ik die drive, man. Ja. Gewoon alles winnen wat ik kan winnen. Ja, man, want
Ja, je carrière is wel echt gek gelopen hoe je bent begonnen, zeg maar. Je begon bij Sparta in de jeugd. En op een gegeven moment, waar ging je toen heen? Ja, ik begon bij Sparta. We hebben nog samen gespeeld. Ja, we hebben samen gespeeld ook. Ja, klopt. Ja, maar we zijn voor de mensen die niet weten, samen opgegroeid, samen gevoetbald, vanaf de straat. Daarom is die man zo gruwelijk. Hij is op de straat gebleven, weet je toch? Hij heeft iedereen afgemaakt. Ja, bij mij, ik was van Sparta naar Feyenoord gegaan. Hij heeft op een gegeven moment weggestuurd in de B1 omdat ik klein was. Daarna amateur gevoetbald en uiteindelijk heeft God mij weer een kans gegeven. Ja. Heb ik met beide handen opgepakt omdat ik toch weet. En wat mijn droom was, is om profvoetballer te worden. En zodoende, maar nu bij Galatasaray. Ik ben nu 27 en voetbal is toch wat het mooiste wat er is, man. Ja, man, want ik zeg je eerlijk, man. Toen ik opeens op tv zag dat je opeens in Spanje liep te vlammen tegen Barcelona, ja. Broer. Of tegen Atletico Madrid, je liet mannetje daar vallen. Ja, in die oekoe. In die oekoe, man, die mos. Straat, broer. Mos, als je dat ziet. Even een snelle, achterlang. Hij geeft hem hup, wat hij die man gaat. Hey, Atletico Madrid, hou op, man. Hij was weg, ja. Broer. Man, dat waren gekke dingen. Ik heb je echt altijd gevolgd, man. Ja, serieus, man. Mooie dingen meegemaakt ook in Spanje. Ja, net niet gezegd, Primera Division, mooi. Ja, man. Snel gegaan. Ja, het is echt heel snel gegaan. En ook, je zit ook bij de nationale elftal van Cabo Verde. Ja. Hoe is dat? Ja, het is mooi om je ouders het land te representen. Het is gewoon, het is mooi, het is prachtig. En ik ben daar heel blij om dat ik meemaak in mijn carrière. Net niet de wereldkampioenschap gehad, maar Café is aan het groeien. Veel talent in deze wereld. En ik hoop dat het alleen maar nog beter wordt. Ook al word ik nu wat ouder. Er zijn alleen maar jonge jongens aan het opkomen. En we representen het land en het wordt steeds groter en ik ben daar super trots op. Ja, man, en zeker. We gaan er alles aan doen om ze groot te brengen. Ja, man. Zoals je hebt gezien voor de mensen thuis, jullie weten het. Dit is Gary Rodriguez, mijn Matty for Life. En hij is nu in Turkije, Champions League, kampioen, een echte winnaar. En voor al de Turken, volg hem. Je weet het zelf, als jullie man. Willen genieten van acties, panna's, volg hem. Deze man is... uniek. Ja, man. En ik ga hem zeker een keer uitnodigen in Istanbul. Ja, man. Wat leuk zo, man. Zeker, man. Stay tuned. Love en respect. Like en subscribe. Easyman TV. On to the next one. Bang. Like en subscribe. Easyman TV. Volg Gary Rodriguez op Insta. Rodriguez Gary op Insta. Je weet zelf, man. En voor al mijn Turkse mensen. Tamam. En Buriagel, hè? Je weet zelf. Easy, man.